Welkom, Felix van Groeningen. Ja, hij verbergt zich nog. Mocht up op. Ja. Slechtste idee ooit. Okay. Maar wel grappig. Hè? Hoe was Kan? Kan was niet slecht. Nee, het was super. Een hele belevenis. Ja, ik was er nog nooit geweest. En dan in één keer komt dat met een film en ik kreeg er veel aandacht. En het is daar goed weer. En schoon wijven en veel champagne en al. We hebben een warm welkom gehad voor de film. Dus dat was de max. Ik heb het boek niet gelezen. Oh, Nathalie, jij speelt mee in die film. Schandalig. Ik vond ook de film veel beter, ja. Omdat ik het boek ook niet gelezen heb. Het boek heb ik nog niet gelezen. Dus de film? Dus alleen de film. En ik vind de film eigenlijk zeer sterk. Ik heb herinneringen uit mijn jeugd. Naast ons woonde een dronkaard die zo een uur tegen zijn duivenkot stond te pissen. Door het feit dat je die rauwheid van dat boek ook nog eens in beeld krijgt, vind ik er op bepaalde momenten wel bijzonder confronterend en op het randje van het afstotelijke. Hebt u een ongelukkige jeugd gehad? Dus... Ja, ah, wel, dus ik ben blij dat je het gevraagd hebt, want je ziet het blijkbaar. Maar ik had als kind een plastic zwaard en een plastic schild. En Urbanus kwam bij ons thuis en als kind heb je geen enkele perceptie van wat een komiek is. Een komiek is niet echt grappig. En hij pakte mijn zwaard en we waren aan het spelen en hij legde er een knoop in. Maar dat was plastic, dus heel dat zwaard was kapot. En als kind had ik zoiets van, maar dat is echt geen grappige gast, nee, dat is geen wijze. Ik geloof ook echt niet dat Dimitri Vilos zo'n ongelukkige jeugd heeft gehad. Ik denk dat hem er veel bij verzonnen heeft en wij hem er nog eens nog meer bij verzonnen. Ik heb helemaal geen ongelukkige jeugd gehad. Maar ik heb wel mensen gekend die een ongelukkige jeugd gehad hebben. Ik weet nog als kleine jongen op school dat ik aan iemand vroeg, en ik zal het nooit in mijn leven vergeten, is het waar dat uw vader uw moeder vermoord heeft? Ja, ik vroeg dat zomaar. Nu, dat was waar. Jawel. We staan hier met Wouter Hendricks. Wouter, hoe gaat het? Zeer goed, geweldig, fantastisch. Dit is de neusaap. Dus. Vindt u dit niet het mooiste wezen in het universum? Ik word er wel een beetje geil van eigenlijk. Ja. Huh? Ik ben daar eerlijk in. Ja. Ik sta voor veel lopen. Ik krijg daar like, kou van, zo'n kou rilling. Dat is like, als je zo mensen op straat ziet, met in één keer zo'n gezwaal hier of zo. Ja, zoiets, een vergroeiing. Dat waarschijnlijk echt, dat zo leuk is om eraf te trekken. Het is alsof je een spiegel vast hebt. Nee. Hij stond niet in de eerste rij toen de mooie neuzen werden uitgedeeld. Dan wil ik wil een lans breken voor de neusaap, want de neusaap is het geestigste dier ter wereld. In het boek Vlucht 747 van Kuifje komt de neusaap voor. De co-piloot Ellen lacht Rastapopoulos uit met diens neus. En hij wijst daarop naar een neusaap. En dat is de geweldigste. Dat zijn de meest humoristische prenten uit heel het oeuvre van Hergé. Kijk eens aan. Hier een rode erectie. Prachtig. Mooi, mooi. Dat is prachtig, hè? Ja. De mannetjes bij zeer veel soorten moeten zich echt tooien op de best mogelijke manier. Hè? En hoe kan je het beter dan dat te laten zien natuurlijk. Is dat niet zijn navel die uitgegroeid is? Ja, dat ziet er goed uit en de kleur is juist. Ja, de kleur is absoluut juist. Het is absoluut heel rood, dus socialistisch een beetje. Ja, een socialistische aap. Dus... socialistische erectie in feite. Ja, dat is goed als we daarvoor kunnen zorgen. Hè. We zorgen voor het plezierend leven, dus positief. Dank je wel, neusaap. Oké. Zeg, en is dat nu het niveau van de focusknak op het internet? Jullie zijn een zieke mens. Dam dam dabidua. Know the way I feel tonight. Dam 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 dabidua. Ah, nee, oeh, jij, yeah, 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 is dat. Only the lonely. Dam 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 dabidua. Een grote vaas.